Goedemiddag iedereen en welkom bij deze webinar van klasse. Vandaag gaan we het hebben over artificiële intelligentie en hoe je met AI aan de slag kan in de klas. Ik ben Simon van Klasse en ik leg jullie vragen graag voor aan onze expert vandaag, dat is Robbe Bulgaert. Robbe is leraar informatica wetenschappen aan het Sint-Lieves-college in Gent en auteur van het boek AI in de klas. Robbe, welkom. Jij zit momenteel in een lokaal van de Universiteit Antwerpen, waar je ook uh, gastdocent bent. Dat klopt, hè? Ja, klopt helemaal. Uh, dus ik zit momenteel op het CNO, het Centrum Nationaal Onderwijs. Ik denk dat er veel mensen in de chat of die aan het meevolgen zijn, ons wel kennen. Het uh, is dus een dus lokaal van de Universiteit Antwerpen. Ik heb je vandaag al zes uur lesgegeven over taaltechnologie en artificiële intelligentie in de klas. Het uh, dus is heel fijn om eens te kunnen neerzitten samen met jullie. Super, dan ben je intussen denk ik ook al helemaal opgewarmd voor ons lesuur, dit lesuur van klasse. Voor we eraan beginnen misschien nog even een leuk weetje meegeven. We hadden duizend plekjes voor deze webinar en die waren in een mum van tijd ook volzet. Dus dat toont aan hoe groot de interesse bij leraren is om op een goede manier met AI aan de slag te gaan. Bedankt daar alvast voor. Nu, hoe zit deze webinar in elkaar? Die bestaat uit twee delen. We starten met een aantal stellingen over artificiële intelligentie. Want AI is een heel breed thema. Sommigen van jullie hebben er ongetwijfeld al mee geëxperimenteerd. Voor anderen is het misschien compleet onbekend terrein. En met een aantal stellingen proberen Robben en ik iedereen al wat wegwijs te maken in dat AI-dolhof. En dan in het tweede deel nemen we de tijd om jullie vragen te beantwoorden. Heb je nu al een vraag voor Robben? Laat die dan zeker achter in de chat. Dan proberen we ze later te behandelen. Maar dus eerst de, de stellingen, Robben. Ben je er klaar voor, voor de eerste? Shoot. Prima, dan, uh, dan beginnen we eraan. Stelling 1: AI komt mijn klas niet binnen. Ja, dat is een ja. uitspraak van een leraar die ervan overtuigd is dat we AI uit het klaslokaal kunnen houden. Robbe, wat denk je daarvan? Ik begrijp de uitspraak zelf. Ik denk dat dat komt vanuit een gevoel van uh, bescherming voor uw leerdoelen. Uh, twijfel over dat die uh, artificiële intelligentie wel een meerwaarde kan betekenen. Uh, we willen allemaal het beste doen voor onze leerlingen. En soms denken wij als leerkrachten dat wij een soort van magisch magische tool hebben in de klas en dat is onze klasdeur, uh, waarbij dat wij hopen als die klasdeur dicht is, van kijk de buitenwereld is buiten en ik ben hier in de klas samen met mijn leerlingen, mezelf en met de zaak, het lesonderwerp van vandaag, en dat er eigenlijk niks kan zich in inmengen. Uh, Helaas moeten we wel vaststellen dat door de breukjes, kieren en, en dergelijke, dat die artificiële intelligentie wel zijn weg vindt in het klaslokaal. Um, neem geruchte cijfers bij, de bevraging van de scholierenkoepel. Die hebben dat in 2023 al eens gemeten bij ongeveer 11.000 scholieren. Um, ja. En ik weet, we gaan een gigantische open deur intrappen. Um, ongeveer 45% van de scholieren gaf toen aan van ja, ik gebruik al eens AI voor een huistaak, voor huiswerk. Vooral voor de taaldocenten in de chat zie je wel? 12 van de scholieren bij die bevraging gaf het ook al aan. Ik gebruik het bijna eigenlijk elke dag. Ja. Dat zijn ook al wat gedateerde cijfers. 2023, dat voelt een eeuwigheid geleden. De meer recente cijfers van bijvoorbeeld het nieuwsblad tonen ook al aan. En jullie merken dat ook in de klas. De tool heeft zijn weggevonden naar onze leerlingen. Willes, nil of je dat nu wil bannen uit de klas. Het gaat heel moeilijk. Dus Zomaar karma verbieden vanuit de goede ingesteldheid, hè, begrijp me niet verkeerd, gaat heel moeilijk lukken. Ook heel technisch. Je ziet veel vaker dat bijvoorbeeld de Microsoft erin slaagt om bijvoorbeeld de Microsoft Copilot te installeren in uw besturingssysteem en uw programma's, probeer het maar eens te blokkeren. Het heeft heel weinig zin om het, eh, om het proberen te bannen. Daarmee wil niet ja. zeggen, ik, het is niet omdat de leerlingen er vaak mee aan de slag gaan dat ze het ook heel goed gebruiken. Uh, hier bijvoorbeeld aan de universiteit, cijfers van IMEC, de Digimeter, maar ook van het Nieuwsblad, 82% van de studenten hier op de hogeschool of universiteit gebruikt het. En als we dan eens doorkijken naar welk gebruik stellen we vast bij de studenten, drie vierde geeft aan, ik gebruik dat eigenlijk als een soort van zoekmachine. Ja, zo werkt het eigenlijk niet. Um, dit is helemaal geen goede zoekmachine. Dat komt een beetje in de buurt van die mythe die we al langer kennen in het onderwijs: de mythe van de digital natives. Wij gingen er veel te vaak van uit: jongeren groeien op met een tablet, iPad, iPhone, computer. Dus die zullen wel dat goed zijn met techniek. Ja. Ja, ja, maar dat is dus niet waar. Leerlingen zijn zelf ook vragende partij. Zie je ook opnieuw in die bevraging van de scholierenkoepel. Geef ons daar uitleg over. Laat het niet over aan TikTok-reels of, in, in TikTok of Instagram-reels om ons daar uit te leggen wat kan, wat niet kan. Wij verwachten eigenlijk dat de school, de leerkracht, daar een rol in opneemt. Uit onderzoek van de UGent weten we ook dat de leerkrachten zelf zeggen van: ik wil mijn leerlingen daar echt bij helpen. Zij zijn niet geboren met de vaardigheid om prompts te schrijven. Hopelijk niemand van ons eigenlijk. Maar die verwachten wel een beetje begeleiding van ons als volwassenen. Dat getuigt ook waarom dat er hier zoveel, eh, zoveel interesse voor is van de mensen die nu hiermee volgen. Hier achter mij in het CNO zat het vandaag ook weer ijvol met mensen die bezig zijn of willen bezig zijn rond die taaltechnologie. Ja, want er zit dus misschien ook wel een discrepantie op. Um, of laat ons zeggen dat er misschien meer jongeren uh, al, al zeker en vast gebruik maken van artificiële intelligentie, leraren misschien minder. Hoor je dat ook in nascholingen die je geeft? Ja, maar dat komt ook een beetje omdat wij het onderwijs of als volwassenen AI altijd denken: ah, dat is ChatGPT zeker. We zullen het nu gewoon eens doen en, en deze call we moeten thuis mee, maar eens doen, ik uh, kan jullie niet volgen of zo, maar simpele handopsteking of denk gewoon eens na: heb ik vandaag AI gebruikt? Een aantal van jullie zal misschien zeggen: ja, nee, ik denk het eigenlijk niet, ik ben niet op ChatGPT uh, geweest of dergelijke. Um, maar eigenlijk als u gebruik maakt van Spotify of van een, een smartwatch of van uw Google, Google Inbox, AI of die artificiële intelligentie, die neurale netwerken, zitten te verweven in heel veel stukken van ons, uh, van ons leven. Um, dus wij, sowieso, wij komen dat veel vaker tegen. Wat we dan ook zien, inderdaad, die discrepantie, jongeren zijn er veel vaker mee bezig. Zelfs met die cijfers van die van IMAC, opnieuw. 2023 is lang vervlogen tijd in de eh, Toen gaf eigenlijk 49% van de studenten al aan. Eigenlijk gebruik ik dat dagelijks. En ik denk dat dat wel een wereld van verschil is met eh, de collega's. Eh, misschien een kleine tip voor de leerkrachten thuis. Eh, geef het gerust een kans. Probeer gerust eens. Steek eens je tenen in het water. Eh, trial and error. Kijk eens okay. of het een meerwaarde kan betekenen voor u. Probeer het gerust voordat je zegt van die klasdeur, ik ga het proberen daar tegenhouden. Ik vrees wel eens, snel eens het gaat niet lukken. Ik denk dat dat een mooie conclusie is. Hè. AI komt je klas wel binnen, of je het nu wil of niet. En als leraar kan je de technologie dus best kritisch omarmen. Dan ja. kunnen we misschien naar een tweede stelling gaan kijken. AI is slimmer dan de leraar. Ja, AI heeft natuurlijk wel wat streepjes voor op de mens, denk ik dan. Ja, het is maar wat je slim noemt, zeker. Die AI kan wel wat. Dus qua trucjes, dat is wel indrukwekkend. Het is blijkbaar heel, vooral een groot taalmodel, heel meertalig, heel snel. Als leerlingen s'avonds nog een vraag hebben om na bijvoorbeeld negen uur s'avonds ik ben niet meer bereikbaar op Smart School, ik vraag me ook af waarom dat zij nog op Smart School zijn. Maar bon, zij kunnen die vraag wel stellen aan die tool en die antwoordt heel snel. Op bepaalde punten heeft die AI wel een streepje voor op ons. Nu... Daarom is het niet per se intelligenter. Een groot taalmodel heeft ook nogal de neiging om ons naar de mond te spreken of bijvoorbeeld tegen ons te liegen. Wij noemen dat in vakjargon soms wat met een eufemisme hallucinaties. Maar eigenlijk komt daar heel vaak onzin uit. Wil je aan de slag gaan met een taalmodel als leerling, dan heb je eigenlijk heel veel voorkennis en vakkennis nodig. Om daar het kaf van het koren te scheiden. Dat is weer diezelfde discussie die we eigenlijk zien terugkomen van vroeger. Eh, heb jij nog kennis nodig in tijden van Wikipedia? Heb je nog kennis nodig in tijden van Google? Heb je nu nog kennis nodig in tijden van ChatGPT en dergelijke? Eh, ja, heel veel kennis eigenlijk. Weten hoe het werkt, weten dat het kan liegen tegen u, weten waar je misschien wel goede bronnen vindt om die te factchecken. Eh, kennis is belangrijker dan ooit, ook in tijden van die tools waar we de indruk van krijgen dat die slimmer zijn dan ons. Misschien een concreet voorbeeld waar dat die tool wel bruikbaar is, is bijvoorbeeld ik wil als leerkracht, ik ben morgen op uitstap naar Brussel, mijn klas eerste zit in de studie, sorry kiddo's, maar ik ga een kleine opdracht moeten voorzien in de studie. Als ik heel snel een opdracht wil kunnen maken, ik had eigenlijk een leestekst voorzien, nee een kijkfragment voor die gasten voorzien, maar jullie voelen ook al aan, een kijkfragment voor een bende twaalfjarigen in de studie, dat loopt soms wel eens verkeerd af. Ik kan heel snel eigenlijk een transcriptie verkrijgen van dat fragment, dus een neergeschreven tekst. Ik kan die gieten in een soort van interviewstijl, dat is makkelijker om te lezen dan zo'n doorlopende tekst. Ik kan daar vrij snel vragen bij laten genereren die ik als leerkracht wel zelf eventjes moet aftoetsen. Kennen wij leerlingen die woordenschat wel? Gaan ze de vraag kunnen beantwoorden? En is de correctiesleutel correct? En dan heb ik al heel snel een lesopdracht die ik aan wel kan bezorgen. Dus in ja. dit geval heeft het mij niet volledig vervangen als leerkracht, dan niet. Maar ik heb het wel kunnen gebruiken om op een efficiëntere manier met mijn tijd om te gaan. En er alsnog voor te zorgen dat die leerlingen een opdracht hebben in de studie. Omdat ik morgen toevallig op uitstap ben naar Brussel. Ja, dus AI niet slimmer dan de leraar? Kunnen we, eigenlijk kunnen we AI misschien ook niet echt intelligent noemen, want het is uiteindelijk een machine die ons imiteert en denkt niet mee. Het heeft geen bewustzijn, maar het kan je natuurlijk als leraar wel heel wat tijd besparen. Bij je eigen lesvoorbereidingen, bij je toetsen, bij feedback kunnen we misschien later nog op, op terugkomen. Ja, heel, ja, klopt inderdaad. En het is inderdaad goed wat je zegt, Simon. Het is een vorm van imitatiesystemen. Taalmodellen, AI-modellen hebben enorm veel data nodig en die kunnen door die neurale netwerken en deep learning patronen herkennen in de data die wij er niet in zagen. Je kan zo, zelfs met een klas vol met 12 of 13-jarigen, eigenlijk een eigen AI-model bouwen of een slimme vuilnisbak bouwen. Dat is heel visueel, heel tastbaar voor die leerlingen en haalt ook zo'n beetje die mythe daarvan weg, want we hebben net een AI-model gebouwd met een bende 13-jarigen. Hoe zot is dat hier niet tegenwoordig? Um, maar het is ook heel makkelijk om te tonen dat het AI-model kan wel bijvoorbeeld afval herkennen, die slimme vuilnisbak. Maar als ik dan zelf als mens voor mijn slimme vuilnisbak voor die camera ga zitten, dan zegt die slimme vuilnisbak. Oh, oei, jij bent papierafval. Dan maakt uw volgend bezoek aan de Efteling. Bijster interessant, als die vuilnisbak naar u roept papier hier. Eh, maar dat komt eigenlijk omdat dat AI-model enkel mensen heeft gezien op ja, krantensnippers, krantenpapier. En zo krijg je ook met de leerlingen de kans om het eens te hebben over. Zijn die modellen eigenlijk wel intelligent? Of ja. is het de vorm van imitatie? Was die AI-term misschien een klein beetje een overhypede term? Ja, dat is ook naarmate het model gevoed wordt. Als die bijvoorbeeld heel veel foto's krijgt van honden op een, op een grasmat, zeg maar, en opeens ligt daar een kat op een grasmat, dan zal dat ook wel een hond zijn, want dat connecteert hij daarmee. dezelfde misschien met dat papier. Ja, uh. denk de mensen die als naar lieve is, is show geweest zijn dat misschien herkennen. Er is een tool die als geen ander huskies en wolven weten herkennen, totdat ze dat in het wild loslieten, die tool. En dat bleek alles in het sneeuwlandschap, dat zal wel de huskie zijn, zeker. En dan voel je al direct aan van oei, ik denk dat hij op iets anders gelet heeft dan op het dier in de foto. Um, dus do, door de, af en toe aan de leerlingen te tonen waar de intelligente modellen. Um, ja fouten maken, waar ze steken laten vallen. En dan raak je zowel wijzer in de manier waarop dat die eigenlijk tot leren komen, maar ook op de manier waarop dat je die eigenlijk kan inzetten. AI ja. is geen magie. Hè. AI is een stuk tool, een gereedschap. Bij bepaalde oefeningen, bepaalde taken kan het tot een efficiëntiewinst leiden. En soms zal het misschien beter zijn. En dan komen we stiekem eens terug bij dat eerste stuk. Soms zal het beter zijn om die tool niet in de klas toe te laten. Maar dat slaat er ja. meer over. Dus dat, want Nu gingen we ging het al over het uitbouwen van een eigen model. Je kan hem op veel andere vlakken ook wel als co-teacher gebruiken om die werkdruk te verlagen. Mochten jullie daar vragen over hebben, heel concreet over jullie eigen vak, stel ze al gerust in de chat. We kunnen misschien al een keer naar een derde stelling gaan kijken. Door AI mogen alle schrijftaken de vuilbak in. Ja Robbe, klopt dat? Ja, ik denk dat de taaldocenten de afgelopen jaren een paar grijze haren rijker zijn, inderdaad. En wat merken we? De leerlingen hebben weggevonden naar die grote taalmodellen. Dat zien we in de cijfers, dat merken we in de klas. Leerlingen hebben ook gevonden dat die taalmodellen wel heel goed zijn in bepaalde schrijftaken maken in de klas. Um, ik denk niet dat dat wil zeggen dat schrijftaken daarom de vuilbak in mogen. Zeker niet. Er zit heel veel waarde in het leren schrijven, leren formuleren van je argumenten. Taal is de lijm tussen mensen. Als je telkens een computer nodig hebt om te kunnen communiceren met elkaar of om je idee uit te drukken, dat is een wereld waar ik liever niet in thuis hoor. Dat gezegd zijnde... Er stelt zich wel een probleem rond die taalmodellen en schrijftaken. Een aantal collega's voelt dat dit lukt niet meer eh, Computers, weg uit de klas. Eh, ik ga eh, alles op pen en papier doen. Dat is geen volledig sluitend antwoord. Sommige leerlingen kunnen denk ik niet meer zonder laptop, bijvoorbeeld leerlingen die bepaalde ondersteuningsmaatregelen hebben. Ik heb ook een leerling die bijvoorbeeld heel moeilijk tot niet kan schrijven, die laptop kan ik hem niet ontfutselen. Wat we wel gaan moeten doen is nadenken bij het maken van of bedenken van allerlei opdrachten, maar ook schrijfopdrachten. Wat proberen wij de jongeren aan te leren en hoe Gaan, hoe gaan we dat meten? Hoe maken we een valide evaluatie? En bij sommige evaluaties zal het misschien belangrijk zijn, als dat gaat over bijvoorbeeld tekststructuur of het correct kunnen schrijven, dat we die enkel kunnen evalueren in een omgeving waar dat die AI niet van tel is. Voor sommige oefeningen en sommige denkoefeningen rond die validiteit is die AI niet wenselijk. Dan zal hij geen meerwaarde opleveren. En dat zou je dan bijvoorbeeld aan de hand van kleurencodes in een klas kunnen afspreken van. Vandaag of wordt deze taak rood, dus geen AI-hulp toegelaten. Of hoe ja, zie je dat precies? Klopt. En de, het is een tip. Spreek misschien schoolbreed of vakbreed een bepaald systeem af. Wij gebruiken een soort van kadersysteem, kapstokken, eh, waarbij dat je afspreekt van kijk, niveau 0 wil zeggen geen AI. Nul AI mag gebruikt worden. Hier staan jouw eigen kernvaardigheden, je eigen kennis, staan centraal. Maar dan heb je toch al eens die oefening gemaakt met de collega's van, wat zijn we, wat gaan we de oefeningen, welke oefening gaan we de leerlingen geven? Wat gaan we hier proberen meten? Bij sommige oefeningen zou je dan wel kunnen zeggen, van, kijk, hier op dit stuk gaan we misschien wel AI toelaten. Een voorbeeld. Er bestaan AI-tools die heel snel feedback kunnen geven op schrijftaken. Formatieve feedback. Dus niet summatief om op het einde een punt op te kleven, niet die formatieve feedback op het proces. Je kan die AI-tools voorzien van een evaluatie rubric die je gebruikt ook in de klas die je bespreekt met leerlingen. En dan kunnen leerlingen heel snel paragraaf per paragraaf feedback krijgen. Dat komt eigenlijk tegemoet aan twee didactische principes. Eén, feedback moet gericht zijn, feedback moet onderbouwd zijn. We gaan dat allemaal meegeven, die rubric aan het AI-model. Twee, feedback moet snel zijn. Ik kan daar ook niet altijd aan doen. Als ik mijn vijfdejaars in het middelbaar een um, schrijftaak geef, ik heb soms een half uur nodig om feedback te schrijven. Ik zie ze maar één uur per week. Soms duurt het twee weken tot ze de feedback op de schrijftaken terugkrijgen. Ik kan maar zo snel werken. Ik heb ook maar 24 uur in de dag. Maar ik kan misschien die AI op dat moment gebruiken, of zij zelf als leerling, om heel gericht feedback te krijgen op bepaalde alinea's. Dan ja. komt die feedback veel sneller op zijn plaats. Maar dan ga ik misschien als docent... We moeten beseffen dat we bij die opdracht misschien een ander aspect van het onderwijs of een andere kernvaardigheid gaan evalueren, dan strikt het schrijven van, eh, van bepaalde stukken tekst. Ja, en als je dan die AI toch laat bij, toelaat bij schrijftaken bijvoorbeeld, ook misschien meer de nadruk leggen op dat proces dan, dan op dat eindproduct. Leerlingen bijvoorbeeld die foutenanalyse ook nog eens laten bespreken. Zijn er zo nog? Ja, hoe, hoe kunnen, want ik kan me voorstellen dat er een aantal leraren nu wel denken: van ja, allemaal goed en wel, maar ik krijg copy-paste binnen uh, en daar, kan, daar wil ik geen punten aan geven. Kunnen zij schrijftaken ook anders aanpakken? Uh, mogen ja. die niet meer als huiswerk gegeven worden? Ja, sowieso bij die validiteit zit ook een component betrouwbaarheid. Eh, maar dat bestond ook al langer. Als u vroeger een vakantietaak gaf, Frans, leerling had het par slecht gedaan doorheen het jaar voor Frans. en op het einde beslissen als klasraad, hier is eigenlijk een vakantietaak nodig. om toch een paar, soort van basiskennis bij te spijkeren. kon je in september toch ook wel een klein beetje twijfelen bij sommige kadetten: eh, wie heeft hier nu die taak gemaakt? Eh, sommigen beschikten over een heel bereidwillige ouder, broer of zus om hen, daar, hen daarin bij te staan of ja. volledig te maken. Ik heb zelf toch plastische opvoeding gegeven, eh, anekdote. Maar na de paasvakantie kregen wij maar mooie tekeningen terug, mooi technisch getekend. En bij juni waren ze het precies weer verleerd, eigenaardig. Eh, ik betwijfel of dat die tekening van van hen was. Maar misschien dus was het ook ja, Schrijftaken die, ik... die niet helemaal zuiver op de graad waren met de hulp van mama, papa, Ja, broer. Inderdaad. Okay. Tegenwoordig is het natuurlijk wel zo. Eh, niet iedereen heeft een even bereidwillige moeder, vader, broer, zus, ouder thuis. Iedereen heeft wel nu een heel bereidwillige AI-assistent in de broekzak. En dan wordt het wel een beetje tricky. Eh, heel belangrijk om de leerlingen en de leerkrachten eh, aan te geven dat copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, helaas geen effectieve leerstrategie is. Door gewoon ChatGPT iets te laten schrijven en dat in te dienen in de uplo uploadzone van meneer of mevrouw, heb je niks van bijgeleerd. En het is ook heel frustrerend als leerkracht om een half uur feedback te geven om dan vast te stellen dat dus ze weer een robot zijn schrijftaak nemen kan. Um, oh. Dat dus is ook niet fijn voor hen. Ook. Om eventjes een mythe uit de wereld te helpen. Mensen hoopten, zeker in het begin van die opkomst, dat er wel GPT-detectoren zouden bestaan. GPT0, 0GPT, -zero, zero GPT, Turn It In. Software die heel duidelijk kon zeggen: van kijk, deze schrijftaak van een zekere Simon verpiest, die schrijftaak die Simon heeft vals gespeeld. Eh, berg uw hoop op, die detectietools werken niet. Ze zijn heel onbetrouwbaar met slaagpercentages van 40 tot zelfs 7% die ze halen. Eh, vestig je hoop daar niet op. Er is niet echt een technische oplossing voor handen. En dat zal in de toekomst ook wellicht niet mogelijk zijn. Waar je misschien ja. beter aan werkt, is leerlingen leerkrachten duidelijk maken waar je de tool wel inzet. Afspraken maken waar je de tool niet inzet. Vertrek misschien van het idee, het mag niet tenzij. En die tenzij gaan wij samen met leerlingen en leerkrachten dan invullen. Wij gaan de bakens uitzetten op die manier. Ja. Want inderdaad, ja, als je zegt van 40%, dan kan je al even goed een munt opgooien om te concluderen of een leerling uiteindelijk uh, die taak al dan niet met EA heeft gewerkt. Dat blijft giswerk waar je misschien ook je energie niet aan wil verspillen dan. Klopt, Beter klopt inderdaad. Om, om schrijftaken anders aan te pakken. Eventueel ook een mondelinge toelichting bij een opdracht te geven, of thuis onderzoek te laten doen en dan dat materiaal mee te nemen naar de klas waar ze wel kunnen schrijven. Ik denk ja. dat we zeker wel mogen concluderen dat dat schrijven en dat die taal zeker te belangrijk zijn om, in, om, om, om het toch uh, in de vuilnisbak te, te, te doen belanden. Misschien voor ja, naar de, de vierde en, en laatste stelling. AI creëert generatie dommer. Ja, Robin, is daar al onderzoek naar gevoerd? Is dat effectief ja. zo? Ja, dat is een beetje een stoute stelling, maar die zagen we ook verschijnen in de krantenartikels. En krantenartikels werken altijd met heel genuanceerde koppen natuurlijk. Eh, creëren wij hier generatie dommer? Dat label krijgt de huidige generatie leerlingen maar al te vaak. Eh, maar... We komen eigenlijk een beetje terug bij die eerste stelling. Hè. Die leerkracht die die tool liever niet in de klas heeft, want die voelt ja, als die leerlingen eigenlijk daar telkens een schrijftaken mee maken, wat leren ze nog. En de eerste resultaten, ook eens wel u maakt talenten niet, één onderzoek is niet, niet volledig sluitend. De eerste resultaten zijn eigenlijk niet super fantastisch voor het gewoon blind gebruik van taaltechnologie. Eh, van, voorbeeld, een onderzoek van et al, wiskunde in de klas. Duizend leerlingen. 300 ongeveer hebben een klassiek les. 300 ervan mogen in de oefenles ChatGPT gebruiken zoveel als ze willen. 300 ervan krijgen een aangepaste AI-tutor met zowat een extra prompt en trucjes en dit en dat. In de oefenles, de oefenles, de leerlingen die op pen en papier werken, presteren de basis. Dat is de controlegroep. De groep die met ChatGPT werkt, die presteert tot bijna 50% meer oefeningen in de lesuur dan de controlegroep. 50%? Ja, maar dat, is, uh, dat is niet mis. En de groep met de tutor, 127% meer oefeningen gemaakt. Ja, oké. Okay. Ziet er goed uit, volgende week examen. Maar op het examen zijn geen hulpmiddelen toegelaten. Iedereen op pen en papier. De controlegroep ja. presteert baseline. De groep die de AI-tutor mag gebruiken... Een kleine leerwinst, maar dan ook enkel maar bij de leerlingen met voldoende voorkennis. Dus van die 100%, maar je schiet niet zo heel veel meer over. En ik heb ze die middenste groep overgelaten, want die mochten gewoon vrij vragen stellen aan ChatGPT. En wat bleek, welke vragen stelden die aan ChatGPT? En dit is mijn oefening, los jij die op. Dit is mijn oefening, los jij die op. Het eindresultaat die had een 17% leerverlies geboekt. En het wow. is niet alsof onze leerlingen ongeveer een 17% marge hebben op de basisvaardigheden. Um, hetzelfde hebben ze ook kunnen repliceren bij oefeningen rond programmeren. Vanaf dat leerlingen door hebben. Er is hier een cheatcode op mijn toetsenbord en die heet CtrlC, CtrlV. Is het heel moeilijk om hen te overtuigen om daar vanaf te blijven? Heel, want ik leg aan mijn leerlingen vaak uit: als je wil studeren, studeren is duur sport. Dat is net zoals trainen voor een marathon. In juni lopen we hem en doorheen het jaar gaan we daar telkens aan voorbereiden. We starten niet met 42-kilometer lopen, dat is waanzin. Maar we bouwen op 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, telkens een heel klein beetje meer. Maar je gaat die kilometers wel zelf moeten afleggen. Als je doorheen het jaar altijd een robot op de fitnessband zet om jouw kilometers te lopen, gaat het in juni een heel pijnlijke ervaring zijn. Die kilometers ga je zelf moeten doen. Opnieuw die verwerking, zeker als het gaat over schrijven, rekenen, basisvaardigheden, die verwerking zal de leerling zelf moeten doen. Ja, oké. Okay. Maar dus om op dat onderzoek nog even terug te komen, um, als je een AI-tool hebt die pedagogische afspraken en grenzen kent. Uh, die bijvoorbeeld hints zal geven dan in plaats van meteen die oplossing waar de leerlingen die dan ChatGPT gebruiken naar vragen, dan zat er wel lichte leerwinstmarge op. Klopt. Dus het komt er het... eigenlijk vooral op neer om echt dat copy-pasten, ja, dat eigenlijk uh, een hak te zetten hein, in je lessen. Ja, klopt. Um... Wat dat die ai tutor eigenlijk een beetje doet, door die prompt en die afspraken, is er eigenlijk zo wat grenzen in bouwen. Als een leerling vraagt van los jij mijn wiskunde op, zegt hij gewoon: ah nee, ik ga dat niet doen. Het is belangrijk dat jij het zelf doet. Okay. Dus er, dat is niet waterdicht in dat systeem. Maar leerlingen gewoon telkens duidelijk maken van dit is niet de manier hoe leren werkt. Door je denken telkens te dispenseren. Is er geen verwerking van kennis? Is er geen leren? Ja. Dus die tutor duwt eigenlijk die copy-paste-functie een klein beetje van zich af. Dat zagen we ook bij, dat eerste, bij het onderzoek rond dat programmeren en die, die Python-oefeningen en dergelijke. En in het begin stelden ze vast dat dat negatieve effect niet opdook. Zij konden die 17% leerverlies initieel niet repliceren. Tot ze gingen gaan kijken in dat onderzoek, wat, hoe werken die leerlingen, wat bleek, Ctrl-C, Ctrl-V was geblokkeerd op hun computer voor, die, voor dat onderzoek. Hetzelfde een soort van safe exam browser achteromgeving, als het ware. Um, als je die functie wel aanzet, dan dook dat leerverlies wel weer op. Ja. Het is heel verleidelijk om daarvan af te blijven. En wij kunnen nu wel zeggen, volwassenen onder elkaar, met veel voorkennis, en we weten hoe onderwijs en pedagogie en leren werkt. Maar er zijn zoveel leukere dingen s'avonds om te doen. Dus ja, leerlingen voelen, zich echt, um, ja, voelen wel de drang om dat heel gemakkelijk of heel eenvoudig op, op te zoeken. Hoe waren wij zelf vroeger? En stroom bezoekt wel eens de dus weg van de minste weerstand. Maar het is wel belangrijk om dat met leerlingen op te hameren. En soms gewoon eens duidelijk maken van kijk, pas op, die 17% was ook maar één onderzoek, maar dat is absoluut niet niks. Hè. Dat is dramatisch, hè, die cijfers. Ja. ja, blijven stilstaan bij het feit, denk ik, dat leren ook wel moeilijk moet zijn. Um, en ja, leerlingen er kritisch mee laten omgaan, dan zitten we ook wel... Een beetje terug bij die eerste stelling, hè? Uh, yeah. Dan is een cirkel stilaan rond van het niet uit de klas houden. Want jij als leraar hebt meestal ook wel ja, of altijd meer voorkennis dan, dan, dan jonge kinderen. Uh, yeah. Of of teams dus... uh, die daar nog niet weten uh, yeah. zo kritisch naar te kijken. Om terug te komen bij die eerste stelling, ik snap die, die, die insteek van die leerkracht. Als je die 17% daling ziet, zou ik ook begrijpen: van, alright, nee, het is niet goed. Ik ban dit uit de klas. Maar er is zoveel om de kinderen te vertellen, uit te leggen, te duiden rond die technologie. Ze gaan er zeker mee aan de slag gaan. En dan probeer ik met hen liever die lichte leerwinst te bereiken, dan het volledig te verbannen. Maar ik weet dat ze het toch gaan gebruiken. Ja, oké, okay, prima. Dan is het denk ik tijd nu om de stellingen af te sluiten en over te gaan naar. De vragen die jullie in de chat konden stellen. We kregen er al een hele hoop binnen, dus we kunnen meteen van start gaan. <tiek> maar heb je zelf nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ze ook even hier in de in je chat te stellen, dat kan nog altijd. Hè. We beginnen misschien met um, een vraag van Eline. Uh, zij geeft les in het derde leraar van de lagere school en vraagt zich af vanaf welke leeftijd je kan werken met generatieve AI in de klas, Roma, Vanaf welke leeftijd. Ja, raad je dat eigenlijk aan? Ja. Dat is onmiddellijk een heel moeilijke vraag, eigenlijk. Bij dit soort vragen onthouden altijd... In theorie staan theorie en praktijk niet zo ver van elkaar. Maar in de praktijk zit er wel serieus wat ruimte tussen. Strikt, juridisch, privacygewijs, in theorie... Mogen leerlingen jonger dan, nee, dan bijvoorbeeld 13 jaar niet gebruik maken van ChatGPT. Jonger dan 18 jaar niet op de Copilot. Lees er de privacyvoorschriften gerust op na van de tools die je wenst te gebruiken. Heel vaak staat daarbij onder de 13 jaar niet, onder de 18 jaar enkel als er een volwassene in de buurt is, enkel met ouderlijke toestemming. Nu die feiten gelden die regels bijvoorbeeld ook voor Snapchat. Je mag geen Snapchat, geen Instagram hebben onder de leeftijd van 13 jaar. Dus eigenlijk al die discussies die ontstaan op de speelplaats in het lager onderwijs over ah, ik mag niet in de groepschat van deze personen. Ze hebben eh, cyberpest en dergelijke. In feite zou je kunnen zeggen, ja, dat gebeurt niet bij ons. Onze leerlingen hebben daar eh, geen uitstaans mee. In de realiteit stellen wij wel vast, leerlingen komen al in aanraking met smartphones, groeien daarmee op. De gemiddelde leeftijd waarop een jongere een eigen smartphone met dataverbinding krijgt in Vlaanderen is ongeveer acht jaar oud. Die vraag stelt zich natuurlijk al in het lager onderwijs. Die leer leerkrachten moeten daar al mee aan de slag gaan. Tip voor die leerkracht die, daaraan, die denkt van hoe kan ik dat nu doen met de jongeren, is vaststellen, die jongeren hebben heel weinig voorkennis. Heel weinig opzoekvaardigheden. Probeer dat zoveel als mogelijk begeleid te doen, samen met en door de leerkracht. Probeer zoveel als mogelijk die touwtjes in handen te houden. Opnieuw, die oefening van daarnet met die vuilnisbak kan je gerust met hen zelf al eens doen. Ik heb het ook al gedaan met leerlingen van 9 naar 10 jaar, maar dan gaat dat begeleid, print ik die vuilnisbak oefeningen eens af, en leggen we dat die kaartjes zelf eens en zo kan je eigenlijk al aan de slag gaan. Maar ik denk dat het belangrijk is. Privacygewijs, maar ook omwille van die voorkennis, dat we in die lagere school als leerkracht heel strak die touwtjes in de hand houden. De leerlingen zijn onvoldoende voorbereid of gewapend om daar gewoon blindelings in te vliegen. Oké. Okay. Een volgende vraag misschien. Iemand die zich afvraagt hoe leggen we leerlingen uit dat het gebruik van ChatGPT enorm milieubelastend is? Ja. Dat is een goede vraag en dat is ook een van de stukjes die horen bij die geletterdheid. Geletterdheid is niet enkel weten uh, hoe gebruik ik iets. Geletterdheid is ook weten wat, welke effecten hangen er bij dat gebruik. Zowel leereffect, maar ook ongewenste neveneffecten. Het ecologische aspect is één van die ongewenste neveneffecten. Het is schier indrukwekkend hoe snel dat een GPT-tool nieuwe tekst schrijft. Woord per woord wordt berekend statistische pracht dat daaruit komt. Maar daar komt een enorme energiekost bij kijken. Een zoekopdracht via Google versus een zoekopdracht via een GPT-tool zoals ChatGPT, die laatste verbruikt tot 25 keer meer. Dat is ook een artikel dat je heel makkelijk terugvindt op de redactie of op vrt.be. 25 keer meer dan een klassieke zoekopdracht. En bij die ChatGPT-zoekopdracht heb je dan niet eens zekerheid van de bronnen, niet eens zekerheid van wat, waar, komen, waar komt die informatie uit, waar kan ik die raadplegen. Nee, die AI-tools hebben enorm veel energie nodig. En ik denk dat het ook belangrijk is om leerlingen dat duidelijk te maken. Want het is altijd wel leuk dat die tools werken en we kunnen daar heel handige dingen mee doen, maar dit is dus ook wel een schaduwzijde van die technologie. Eh, het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Microsoft in de VS onlangs gevraagd heeft van mogen we de naburige twee kernreactoren opnieuw opstarten? Er is niks aan zich mis met kernenergie, vrij CO2-neutraal uitstoot en dergelijke, maar als je thuis zodanig veel verbruikt dat je aan de buren moet vragen om de twee kernreactoren opnieuw op te starten om je honger te stillen naar energie, Moeten we ons misschien vragen stellen bij onze lust naar al die AI-tools? En hoe kan je dat dan heel concreet, uh, moet, moet je dan ook in de klas vertellen van wie zit daar allemaal achter? Mensen uit, uit, ja, die, die te weinig betaald worden misschien? Uh, wat, wat vertel je daar allemaal concreet rond? Ja, dat voorbeeld dat je aanhaalt met die mensen die die hebben betaald, is een andere keerzijde van het medaille. Het feit dat een AI-systeem heel snel een bestuurder kan identificeren die op de smartphone bezig is, is omdat er heel vaak honderden of duizenden mensen op foto's hebben aangeduid: dit is een mens, dit is een auto, dit is een smartphone, die persoon is op de fiets. Omdat mensen dat heel vaak hebben aangeduid, kan die AI-tool in die slimme camera kan die dat detecteren. Eh, het is niet geheel toevallig dat. Als u online ergens wil aanmelden, dat je dan een CAPTCHA krijgt. Dat heet eigenlijk een completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Of bent u mens of, of boterham. machine? Ja, hele botram. Tegenwoordig zijn dat zo'n negen vakjes, negen vakjes met verkeersfoto's. Die CAPTCHA-informatie komt van Google, Alphabet eigenlijk dat bedrijf ah. erboven. Dat bedrijf heeft ook een afdeling met zelfrijdende auto's en Google Maps. Het feit dat hun zelfrijdende auto's steeds beter en beter en beter worden, is dankzij jullie allemaal. Jullie zijn altijd flink aan het klikken op de eh, verkeerslampjes, en op de oversteekplaatsen, en op de bussen. Zo leer je eigenlijk een slim AI-model. Dat is een beetje een mop, hè? Hoeveel mensen heb je nodig om een lamp in te draaien? Eh, hoeveel mensen heb je nodig om de computer slim te maken? Miljoenen. Miljoenen mensen. En heel vaak laagbetaalde of gratis arbeid. Dat is dan een andere keerzijde van, het, van de medaille. Misschien interessant voor een leerkracht die bezig is rond geschiedenis of economie. Ja, ik vermoed dat de vraag ook gesteld wordt van, van hoe leg je uit dat het milieu belastend is. Ook om misschien uh, toch aan leerlingen ook duidelijk te maken van gebruik het ook niet voor elk klein ding. En zeker zoals je aan al gaf, niet als zoekmachine, want het is geen zoekmachine. Het is niet transparant waar hij zijn informatie haalt. zal al vraag je naar de bron, ook niet ja. altijd betrouwbaar. Klopt. Um, misschien dan. Even kijken naar waar de kansen dan wel liggen. Iemand vraagt hier ook, heb je tips om aan de slag te gaan met AI in de ocan klas Dat gaat dan over, ja, differentiëren, denk ja, ik. dat is een differentiatievraag. Eh, ik heb er zelf een heel duidelijke anekdote over. En dat, dat verhaaltje van daarnet, ik ga op uitstap naar Brussel, het is niet morgen, dat is al gebeurd, maar ik had een opdracht nodig voor mijn eerstejaars. In die klas zitten sinds kort ocan leerlingen en helaas voor hen ben ik het Roemeens niet machtig. Leuke taal, al op prijs geweest, heel plezant, maar ik ben het Roemeens niet machtig. Zij zijn het Nederlands ook niet volledig machtig. Wat heb ik gedaan? Ik heb dus die video die ik had gepland omgezet in een transcriptie. Die transcriptie kunnen omzetten in een soort van interview en daar vragen over formuleert. Maar ja, dat blijft een moeilijke opdracht voor die leerlingen uit die aan klas Ik heb dan ook die AI-tools, die veel meer talen tot hun beschikking hebben dan ik heb in mijn repertoire als mens, gevraagd: van kijk, dit zijn een aantal moeilijke woorden in die tekst. Ik zou heel graag hebben dat je van die moeilijke woorden een tabel maakt. Dat je bij elk woord de beschrijving schrijft van het woord, een synoniem en ook het woord in het Roemeens met de beschrijving. Dus een extra kolom. Die tools kunnen heel makkelijk zo'n extra kolom bijmaken. En ik heb plotseling mijn vertaling van de belangrijkste kernwoorden uit die tekst ook in het Roemeens. En Tekstbegrip, en we vergeten dat soms. Om een tekst heel goed te begrijpen, moet je heel veel woorden uit die tekst kennen. Vanaf dat je ongeveer 3 of 4 procent van de woorden niet kent. ...dreigt het begrip van de tekst te vervallen. Voorkennis is enorm belangrijk voor tekstbegrip. Dus zij zijn net degene die het meest kwetsbaar zijn... ...om daar eigenlijk eh, ja, nadelen te ontvinden... ...of niet even snel te kunnen groeien als de klasgenoten. Dus hier heb ik dus AI gebruikt... ...niet om heel snel van filmfragment naar tekst te gaan... ...maar om binnen die tekst ook een tabel te genereren in een taal... ...die de leerlingen wel begrijpen. Ja. Eén kleine, kleine bemerking, ik heb die leerling dan ook eens gevraagd van kijk die woordjes in het Roemeens, helpt jou dat? Ja, dat helpt, maar er staan er nog twee Roemeense woordjes verkeerd meneer. En ik denk dat dat ook een leerervaring was voor mij en voor hem, om daar zo in, zo in interactie mee te gaan. Dus voor die collega in de Okan-klas, eh, ik verwacht ook niet dat, niet dat jullie alle talen kunnen van de leerlingen in de klas. Ja. Die tools kunnen daar soms wel makkelijker of sneller uit schakelen. Gebruik ja. dat als een voordeel om bijvoorbeeld heel snel vertaalde versies te krijgen, woordverklaringen in de vele talen die zich in jullie klas bevinden. Want ik moet het enkel maar doen voor die leerlingen in het Roemeens. Wat jullie moeten doen in veel verschillende talen, dat is wonderwerk. Probeer u daar ook, als dat kan, mee in te ondersteunen. Wat ook bijvoorbeeld zou kunnen is: ja, in een andere taal. Hè, neem nu een leraar Frans, wil rond woordenschat werken. En je kan bijvoorbeeld wel, denk ik, makkelijk aan AI vragen: van oké, okay, um, geef mij nu even een tabel waarin dat woord ook in een context geplaatst wordt, waardoor eigenlijk de betekenis van dat woord al, al duidelijk zou worden. Dat zijn opdrachten waar AI wel vrij goed in slaagt, toch? Ja, probeer altijd uw vraag, zeker als het een taalmodel is of een groot taalmodel, voldoende te stofferen. Dus dat wil zeggen: zeg het erbij, oké, okay, we zijn nu bezig met het maken van nieuwe toetsoefeningen. Dit was de vorige toetsoefening. Dit zijn de woordjes die leerlingen in context moeten gebruiken. Opgelet, het gaat hier over leerlingen van bijvoorbeeld 13, 14 jaar. Geef die informatie gerust mee. Of, bijvoorbeeld, binnenkort zijn het examens en sommigen van ons zullen vaststellen van ah, verdraaid, ik geef een hoofdvak en dat valt op twee verschillende dagen. De facto, twee verschillende examenexemplaren. Minder plezant. Je kan alvast beginnen met één examenexemplaar te maken. Je kan die vragen die je zelf opstelt ook zeggen van kijk... Ik heb nu voor deze vraag een equivalente, een even moeilijke vraag nodig, maar toch licht anders Dat leerlingen die niet gewoon aan elkaar kunnen doorgeven eh, tijdens de ja, Frans op de Vrijdag, Frans op de maandag tijdens het weekend bijvoorbeeld. Zo is het wel heel makkelijk om een nieuwe permutatie op te stellen voor de examen. Ja. Opgelet, je bent nog altijd zelf pedagogisch verantwoordelijk. Zorg ervoor dat die examenvragen voldoende valide zijn, op niveau zijn en als er daar een correctiesleutel mee komt met het taalmodel. Kijk die toch wel eventjes na. Maar om zo heel snel differentiatieoefeningen, variantoefeningen, permutaties te maken, werkt dit wel vrij goed. Dat is denk ik een boodschap die, die we al vaker gebracht hebben. Hè, van experimenteren mee, laat AI een aanzet doen, maar controleer sowieso als expert zeker wat er uitkomt. Het kan tijd schelen, maar je moet er sowieso, je kan het, wat je van je leer krijgt, Leerlingen vraagt, moet je eigenlijk zelf ook doen. Ja, er heel kritisch mee omspringen wat eruit komt. Het kan wel tijd schelen. Een andere vraag uh, die hier gesteld wordt um, van een leerondersteuner: welke rol kan AI spelen bij leerlingen met een beperking? Je zei het zelf eigenlijk al uh, in het kader van inclusie: laptop afpakken doe je voor bepaalde leerlingen niet. Uh, dat zal je ook met AI best niet doen. Ja, hoe kan die AI dan wel een rol spelen, uh, bijvoorbeeld voor leerlingen met een bepaalde beperking? Ja, dus dat hangt enorm af van de beperking natuurlijk. Eh, maar voor leerlingen met een bepaalde schrijf- of eh, taalbeperking, dan kunnen die taalmodellen wel een, een verschil maken. Eh, het is bijvoorbeeld mogelijk om een tekst te laten voorlezen, iets wat Sprint eigenlijk ook al, al, al kon hoor. Ja. Maar dat die, die teksten worden voorgelezen voor leerlingen. Leerlingen die bepaalde schrijfmoeilijkheden hebben, dan kan je die ondersteuning vanuit zo'n taalmodel net iets wat opdrijven. Maar hier ook blijft de, de vraag: hoe vaak of hoeveel ga je ondersteunen? En ervoor, erover blijven waken dat het ondersteunen niet dispenseren of het vervangen wordt. Uh, dat de leerling nog altijd voldoende, voldoende bijleert op dat punt. Uh, maar dat hangt enorm af van de leerproblemen of de leerproblematiek of de leerstoornis van de leerling Ik Um, dus dat, er is geen blanket response. Het is niet alsof dat we alle leerproblemen kunnen capteren met één Redico, AI maatregel of zo. Um, Daar gaan we echt casus per casus bijna moeten bekijken. Ik zie hier nog een andere vraag binnenlopen van leraar Seppe Die vraagt zich af: um, rapportcommentaar schrijven na de examens. Hoe kan ik dat best overlaten aan AI? Dus dan gaat dat echt over de commentaar bij het rapport na de eindexamen. Moet je het overlaten aan de AI? Ik eh, denk dat we hier kunnen zeggen, eh, dus we hebben, wat hebben wij gedaan bij ons op school? We hebben dus een bevraging gedaan. Een bevraging bij leerkrachten en een bevraging bij leerlingen, eigenlijk met dezelfde vragen. Eh, we hebben eigenlijk gevraagd aan onze collega's, waar zien jullie AI wel te gebruiken in de voorbereiding, bij het maken? Een rapportcommentaar was er ook een element van. En diezelfde vraag hebben wij ook gesteld aan de leerlingen. Wat blijkt? Zowel onze collega's als de leerlingen gaven toen aan, die rapportcommentaar. Als je een writersblok hebt, dan snap ik dat je daar gebruik van maakt. Maar wij willen de mens, een human in the loop, wij willen dat die rapportcommentaar nog altijd gemaakt is door de leerkracht en geschreven is door de leerkracht. Dat dat niet gewoon ja, platte AI-tekst met emojis en dergelijke is. Dus als je een writersblok hebt, als je een klein beetje hulp nodig hebt bij die structuur ervan, ik denk dat je daarbij dat, je dat wel kan gebruiken. Maar probeer er nog altijd voor te zorgen dat jij, als leerkracht of als klastitularis, nog altijd dat dat nog altijd jouw commentaar is. Uh, ik ben zelf ook van een, een bende heel interessante en leuke derdejaars. Ik, ik en mijn collega's schrijven onze klascommentaren zelf nog altijd en de leerlingen verkiezen dat nog altijd. Ja, want je zou bijvoorbeeld ook, denk ik, een puntenoverzicht kunnen ingeven en op basis daarvan AI wel een commentaar kunnen laten schrijven. Wat zijn dan de valkuilen daaraan of de woorden? Strict genomen, technisch kan het. En privacygewijs wordt dat een beetje een risico. Eh, want die taalmodellen, wij mogen die heel vaak gratis gebruiken of met een gratis account. Heel leuk allemaal. Eh, maar daar zit ook soms een impliciete of expliciete ruilovereenkomst in. Eh, die fabrikanten zijn niet altijd even transparant wat er gebeurt met de data. Heel vaak gebruiken zij ons. Dat hoor je wel vaak. Als een dienst gratis is, ben jij het product. Of ben jij de grondstof? In dit geval is het eerder het tweede. Zij gebruiken die data die wij daarin steken om het model steeds beter en beter en beter te maken. Oh, Probeer oh, daar... Oh. Ja, om daarop te trainen inderdaad. Probeer daar misschien zoveel als mogelijk privacy, persoonsgevoelige informatie van leerlingen daaruit te houden. Um, je weet, we weten on onduidelijk... Het is onduidelijk wat ze daar precies mee doen, zeker de gratis beschikbare modellen. En zolang dat die transparantie er niet is, zou ik zeggen om die data van leerlingen daar zoveel als mogelijk uit te houden. Eh, net zoals ja, geen persoonskenmerken, ook voor de, leerling, de leerondersteuner. Als u bezig bent met individuele handelingsplannen opstellen, eh, dat is ook altijd vrij gestructureerd en zo. Probeer de namen van de kinderen daar zoveel als mogelijk uit te houden. Ik denk dat dat de belangrijkste tip dan is, hè, van de concrete namen nooit meegeven. Als je gewoon een lijstje punten ingeeft, zeg maar, dan, dan zal de machine daar wellicht niet zoveel van kwaad mee kunnen verrichten. Dus nee, heel mag... oppassen op de naam? Of, of wat, wat ja, is... inderdaad. Let, let op persoonsgegevens, let op de naam. Eh, maar zelf als ik geef je de platte punten in van een leerling. Oh. Eh, onlangs was er bijvoorbeeld sportdag en daar heb ik een leerling die anders heel stil is in de klas wel zien openbloeien niks daarvan terug te vinden in de AI commentaar, want wie was er afwezig op sportdag? ChatGPT was niet mee hè. U wel als leerkracht. Dat zijn die dingen dat je wel kan tonen van kijk, als mens zijn wij daar. Dit is nog altijd een job voor door en met mensen hè. Ja. ja we moeten ons ook geen zorgen maken dat AI de leraar zal vervangen. Ik hoop van niet. Ik ben al sinds niet meer in die instekend onderwijs gestapt Dan denk niemand van ons in de chat. Oké. Okay. Uh, nog een vraagje over een goede prompt schrijven, want dan, ja, dat komt hier wel vaak terug van wat je er allemaal mee kan. Maar ja, hoe schrijf je dat precies, een goede prompt? Ja. Uh, voor de mensen die er misschien nog niet van gehoord hebben, dus dat is de instructie die je eigenlijk aan het machine learning model geeft. Hè, dus, dus de opdracht die je geeft. Ja. Dus ik geef hier zelf sessies aan het Centrum Nationaal Onderwijs van de Universiteit Antwerpen. Ik haat sessies rond prompting. Ik haat het idee van prompting. Dat kom, ik, voor mensen die ooit de, 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 de opkomst van zoekmachines hebben ge, 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 beleefd of meegemaakt, toen had je ook van die sessies: hoe kan je goede zoekresultaten bereiken? En dan kon je van die gekke commando's invoeren in je zoekbalk. Doet u dat nog? Is dat nog nodig? Is die prompting, net zoals die, die SEO-management en dergelijke, is dat niet een stukje gaat dat niet weg? En eigenlijk die prompting maakt iets heel gecompliceerd wat we eigenlijk elke dag doen. Prompting: het idee daarachter is: hoe stel ik een goede vraag? Uh -huh. En goede vragen stellen, iets wat, is iets wat wij als leerkrachten dagelijks doen: op taken, optoetsen. In de klas, in klasgesprek, op één op één gesprek met leerlingen. Wij zijn constant bezig met het formuleren van gerichte goede vragen. In feite betekent prompting gewoon: hoe stel ik een goede vraag aan een taalmodel? Zaken waar je op moet letten, geef voldoende informatie mee. Als u bijvoorbeeld vraagt: eh, ik wil heel graag een boekwidget-vraag over, over EDA Loveless. Enter, dan zal daar weinig waarschijnlijk een goede boekwidget-vraag over EDA Loveless uitkomen. Beter is, geef die een aantal voorbeeldvragen uit je eigen cursus. Ja. Zeg van, kijk, zie je die structuur uit mijn eigen cursus en hoe dat ik vragen opstel? Ik wil daar eigenlijk een, op datzelfde stramien nieuwe voorbeeldvragen. En die kwaliteit zal al beter zijn. Je zal misschien merken dat die taal, die taalmodel doorgaans gebruiken, vrij academisch is. En voor sommige leerlingen, bijvoorbeeld die ook al leerling een beetje boven een petje momenteel. Probeer misschien ook mee te geven wat het taalniveau van de leerling is. Probeer die zaken te stofferen. Dat heet eigenlijk strikt het contextvenster. Contextvenster is alle tekst die u meegeeft, die het AI-model zal gebruiken om het volgende woordje te raden. En het volgende woordje en het volgende woordje. Hoe meer het heeft om mee te bouwen, hoe beter de uitkomst zal zijn. Dus ja. probeer gewoon ook die tip van in het begin: steek teen in het water, trial and error. Probeer. Te kijken welke uitkomsten je daarmee heeft. Ja, probeer het zoveel goed. als mogelijk te stylen. Je eigen vragen mee, vragen die je wel al goed vond. Probeer op dat de, en vraag hem dan van ga op dat elan voort. Misschien ja. ook met collega's een keer overleggen van welke, welke opdrachten geven jullie die, die degelijk materiaal uh, bezorgen. Dan misschien over een gesprek gaan is, denk ik, nooit een verkeerde tip. Ja, klopt inderdaad. Eh, ook heel vaak in de klas geven wij een, een, een schrijfopdracht aan leerlingen en wij zeggen bij die schrijfopdracht: kijk, dit is die evaluatierubric die we daarvoor gebruiken. Dit zijn de zaken waar jij als leerling op moet letten. Dat lijkt wel ja. een heel, heel handig instrument om gewoon ook te copy-pasten in uw vraag bij bijvoorbeeld een taalmodel. Als we dan toch bezig zijn met die formatieve feedback. Eh, want waar moet het taalmodel op letten bij die feedback? Kijk, die evaluatierubric is hier terug. Alsjeblieft, je geeft die mee aan het Taalmodel om die wat meer te richten op de taak waar we mee bezig zijn. Oké. Okay. Ik denk dat we ondertussen al bijna aan het einde van ons lesuur zitten, dus misschien nog tijd voor een laatste vraag. Moeten scholen geld uitgeven aan betaalde accounts? Want de gratis versie en de die liggen meer en meer uit elkaar. Is dat niet oneerlijk? Dat is opnieuw een soort van inclusiviteitsvraagstuk. Eh, weet, die betaalde accounts zijn zeker en vast niet goedkoop. Eh, maak zelf ook telkens de afweging: gaat u dat vaak genoeg gebruiken? Bijvoorbeeld, de betaalde account van OpenAI ChatGPT is ongeveer 1% van mijn maandelijks besteedbaar inkomen. Ik vind dat verdomd veel geld. Eh, om dan te vragen aan leerlingen om dezelfde investering te doen, ik krijg dat moeilijk tot niet over mijn hart. Eh, wij proberen ook, als wij lesmateriaal ontwikkelen, bij ons op school of op de universiteit, zoveel als mogelijk te kijken naar betaalbare open source alternatieven, kijken wat mogelijk is. Eventueel ontwikkelen wij zelf iets om daarmee aan de slag te gaan. Eh, maar ik vind heel veel van de betalende toepassingen vrij duur of je botst op andere beperkingen. Uh, er zijn ook bijvoorbeeld, en als je een, een, een product opzoekt, los van de betaalde, controleer altijd de privacyvoorwaarden. Zomaar betalende accounts delen mag niet en kan problemen opleveren. Oh. Er zijn ook voldoende tools die aan de voorkant een, eruit zien als een heel gelikte applicatie. Bijvoorbeeld Magic School AI ziet er heel gelikt uit. Aan de achterzijde, dat is precies een façade, er zit er niks achter. Die sturen uw vraag naar ChatGPT en u krijgt dan het antwoord terug. En um, privacygewijs is dat niet conform. oké okay. krijgt... Als je dan als leraar, ja, kan mij wel nu wilden dat je zegt: misschien oké, okay, er, wordt, er wordt gezegd van een, een betalende is veiliger, um, kan meer. Ja. Is het dan misschien handig om bijvoorbeeld dat goed in te plannen? Van oké, okay, tegen dan wil ik bijvoorbeeld ik zeg maar, iets afbeeldingen bij lesmateriaal genereren. Ik ga dan een testversie even gebruiken. Dat kan meestal voor een week of een maand. En, en dat dan zo goed timen, dat je, dan, dat je het dan zo toch kan proberen. Is dat eventueel een, een democratische optie? Ja, je moet eigenlijk als leerkracht zelf uitmaken hoe vaak ga ik het gebruiken en gaat het een meerwaarde zijn voor uh, mijn lesgeven ontwikkelen voor mijn lesmateriaal. Soms kan u met de gratis accounts ook al heel wat doen hoor. Probeer gerust zoveel als mogelijk te halen uit die gratis accounts met natuurlijk wel in het achterhoofd houden privacygewijs niet te veel informatie van leerlingen meegeven en zo. Ik zou zoveel als mogelijk daarin proberen werken. Het is wel ja. een jammerlijke vaststelling inderdaad dat privacy en dataveiligheid een commodity is geworden. Iets dat je voor moet betalen. Het is dus een, ja. een, een, een pijnlijke vaststelling. Oké. Okay. Robbe, ik denk dat ons lesuur ongeveer op zit. Dus ik wil je alvast heel erg bedanken om mee te zoeken naar antwoorden vandaag. En jullie, ja. beste klankers, ik hoop uh, dat jullie er iets aan gehad hebben aan de inzichten van vandaag. Wat we vandaag besproken hebben en veel meer vinden jullie terug op onze website, dat is klassen.be. En na deze webinar mag je van ons ook nog een mailtje met interessant leesvoer over AI in onderwijs verwachten. Heel ja. erg bedankt om te kijken en graag tot bij een volgende webinar van klasse. Nog een heel fijne avond.